Rijnbert, nog een hele goede vriend van jou ook. Iemand met wie je heel lang hebt samengewerkt. Mauricio Kagel. Van hem gaan we een Mitternachtstuk horen. Dat wordt geschreven, stuk normaal is met S-T-U umlaut C-K. Maar hij schrijft het alleen maar met een K. Waarom is dat? Ja, het stuk is gebaseerd op teksten van Schumann. En die zijn verbijsterend. Dan natuurlijk de gekte van Schumann is daar ook heel erg aanwezig. En dit is de spelling van Schumann. Zo, ik weet niet of Schumann zich vergist of dat in Duits toen vrijheid bestond om daar wel niet een C voor te schrijven. Maar dit is gewoon de zoals Schumann hem zelf geschreven heeft. En dat heeft Kagel keurig precies zo overgenomen. Als je dit stuk inpast in Kagels werk, Kagel, heb je veel over geschreven. Ook wat is de kern van, voor jou van Kagel en hoe past dit stuk daarin? Kagel is de man die naar de wereld keek met altijd de paradox in hem. Van dat je iets ziet wat iets is, maar tegelijkertijd niets is. Of de ongerijmdheid zien van dingen, of de, iets wat niet klopt. He, dus het is een wereldbeeld. En Kagel was natuurlijk een componist, maar ook een theaterman, ook een schrijver, ook een filmer. Hij gebruikte eigenlijk alles in teksten, in film, in hoe het eruit ziet, in de noten, om het paradoxale weer te geven. Hè. Het meest begrijpelijk en helder is dat bijvoorbeeld in de stukken de Winterrozen. Hè. Dus dat hij schrijft zuiden en oosten en noorden en noordwesten. En, enfin, ja, het zijn 8 windrichtingen. Maar waar ben je eigenlijk als je het over het zuiden hebt? Hè? Dus hij komt uit Argentinië, dus voor hem is het zuiden is het waanzinnig koud. Voor ons is zuiden verbonden met warmte. Maar niet als je in Argentinië woont, dan is het de Zuidpool. En het is dus maar waar je bent, wat oost, west, zuid en noord betekent. En dat alleen al, het heeft natuurlijk met zijn achtergrond te maken. Hij is geboren in Argentinië. Uiteindelijk heeft hij sinds de late 50e jaren alleen maar in Duitsland gewoond. Zijn voorouders komen natuurlijk uit Midden-Europa, half Russisch, Midden-Europees, Joods. Hè. Dus het is een cosmopolitische wereld hè, die niet gebonden is aan één plek. En dat is heel erg Kagel. En Kagel was gefascineerd door, hij heeft zich ongelooflijk veel met de geschiedenis ook bezig gehouden. Hij heeft die film over Beethoven gemaakt. Prachtig voorbeeld is Aus Deutschland, waar je dat een theaterstuk wat helemaal gebaseerd is op teksten die de grote liedcomponisten het meest gebruikt hebben. Dus Schubert en Schumann zijn daar natuurlijk belangrijk in, maar ook Goethe, Heine, Eichendorff, Hölderlin, al die dichters die in de Duitse romantiek een grote rol hebben gespeeld. En in dit stuk heeft hij zich met Schumann bezig gehouden en dat zijn die vreemde, droomachtige stukken van Schumann die zeer absurd zijn en zeer geheimzinnig. En wat Kagel dan vaak doet, is dat hij als het ware de beelden die in die teksten voorkomen, volkomen letterlijk nemen. Dus dat iets wordt echt letterlijk. He, dus alsof het één op één is. Maar dat maakt het nou juist zo theatraal en absurd, omdat het nooit zo is. He, ook daarin zit eigenlijk altijd weer die paradox. En dat vind ik in Mitternachtstuk ontzettend mooi, hoe hij dat gedaan heeft met die paar instrumenten die er, en het koor wat bijna alleen maar spreekt. He, en die wereld, die nachtwereld, die wonderlijke wereld die uit dromen en uit nachtmerries, en die heel erg verbonden is natuurlijk ook met het begin van de 19e eeuw in Duitsland. En, om die wereld te vangen en pakken, maar als het ware zo letterlijk te maken, dat het daardoor ook weer een daaruit ontstaat weer opnieuw die paradox. En dat heeft hij in Oost-Duitsland natuurlijk heel erg schitterend gedaan. Maar dit stuk is een van mijn lievelingsstukken van Kagel. Van een hele andere generatie is Jörg Wiedmann. Als we kijken naar de jongere generatie, zie je dan componisten die dezelfde spanning, verwondering, verbazing bij jou oproepen als Kagel of Oeswolska of Gubajdulina? Nou ja, daar ben je natuurlijk altijd naar op zoek. En er wordt zo ontzettend veel gecomponeerd dat ik heb absoluut niet de pretentie dat ik weet wat er allemaal geschreven wordt. En
vaak is het ook toeval dat je met iets in aanraking komt. En dat dan opeens denk je, jeetje, dat... En voor mij was een ongelofelijke ding dat ik, toen ik in aanraking kwam met de muziek van Vivier, dat eigenlijk door Ligeti kwam, die zei... Toen we het hadden over een programma waar we zijn vioolconcert deden, van wat wil je dat verder doen? Dat zijn nou Vivier. En dacht, nou, dan doen we dat toch. En dat we een stuk uitvoeren. En dacht, god, dit is, ik ken deze wereld niet. Je hebt een man die nog notabene in Nederland gewoond heeft, 10 jaar jonger dan ik. Hij is natuurlijk al lang dood, omdat hij vermoord is toen hij 35 was. Maar die heeft... En dat gebeurt dus een enkele keer, dat je opeens op iets stuit. Denk je, god, wat gebeurt hier? Dat had ik met Wietman ook, ja. En dus Wietman was me al een paar keer, dat ik dacht, hey, daar gebeurt iets met, dat is iets, daar wil ik meer van weten. Enfin, toen hebben we hem uitgenodigd, en dat was daarom ook al zo aantrekkelijk, omdat hij een weergaloze clarinetist is. Dus we konden een stuk van Wolfgang Riem spelen, wat hij voor hem gemaakt heeft, wat hij fenomenaal speelt. Dat, alleen al dat clarinetspel is adembenemend. En toen hebben we echt zo'n avond gedaan waar hij als solist optrad en waar we stukken van hem speelden. En dat herinner me ook weer als zo'n moment dat je denkt, god ja, hier gebeurt iets. En niet alleen ik had dat, muzici hadden het ook. Muziek is ongelooflijk veelijzend, waanzinnig. Echt lastig, echt moeilijk. Maar het gaat ergens over. En dat was voor iedereen duidelijk. En hij kwam, en dat was dan ook meteen dat je weet, en hij kende opnames van ons, en hij was er ongelooflijk genereus in, en hij vond het een feest om te komen. En bij ons was het, ja, deze week, daar gebeurt iets. Hè? En dat je ook weet, er is een soort vriendschap die je dan sluit, dat is meteen... Voor het leven. Ja, dus, en... Dat heb ik dus sterk met Wietman, dat ik vind dat, ik kreeg nu zijn nieuwe opa, zijn partituur. Dat je denkt, maar hoe krijg je het alleen al voor elkaar? Om dat stuk, het is werkelijk niet te geloven. Dus die man is een vulkaan, die speelt, die componeert, dat gaat als een tornado. En die heeft een kracht. Ja, ik vind het verbijsterend hoe je het allemaal... We gaan luisteren naar de fraaie stukken die zijn toen gegaan. Kan je beschrijven, want een tornado klinkt allemaal heel indrukwekkend, maar kan je het muzikaal beschrijven? Nou ja, hij doet dingen. Het gaat altijd tot de grens of over de grens van de mogelijkheden. Dus hij heeft een gevoel voor wat je met instrumenten kan. En in die fraaie stukken komen verbluffende dingen. Dat je, hoe krijg je het voor elkaar? Hè? Dus... Het ontzettend goed is, dat merkte hij op de manier waarop de muzici erin betrokken raakten. Alles wat hij vraagt is weliswaar, of heel veel is behoorlijk extreem, maar alles is doordacht. Hij weet volkomen wat hij opschrijft. En als je dan iemand, zo'n componist erbij komt, dat is natuurlijk uitermate inspirerend. Dat is niet, ja god, ik heb nou helemaal opgeschreven, kijk maar wat je ermee doet of zo. Nee, hij weet heel erg goed wat hij heeft opgeschreven. En hij weet heel erg goed wat je ermee kan. En dus het is iemand die van binnenuit, en dat is natuurlijk ook omdat hij zelf zo'n fenomenale muzikant is, die echt weet wat hij schrijft. En dat is, ja, dat is wel heerlijk als je een componist hebt die zo... Dus dat werken op een repetitie, die repetities waren gewoon een feest. Want je bent op zoek en je denkt, ja, hier zit het. En hij stimuleerde dat en inspireerde dat. En er ontstond ook een enorme band tussen hem en de muzici die allemaal iets hadden. Ja, nee, dat moeten we nog verder doen. Dat kan ook, dat is mogelijk. He, dus dat je van heel erg vanuit binnen de muziek, zoiets benaderd. Totaal niet van buiten en abstract en laten we maar kijken hoe ver we komen en het zit zo in elkaar en die maten zijn ingewikkeld. Nee, je kwam echt tot het hart van de muziek.